De afdeling voorlichting jeugdzaken van het Korps Politie Suriname heeft vandaag haar eerste vakantieschool geopend op het terrein van de politieacademie. Kinderen van Paramaribo, Wanica en Saramaca mogen gratis participeren aan activiteiten van de school. De bedoeling van deze vakantieschool is om de kinderen informatie te verschaffen over verschillende onderwerpen. Diverse personen, waaronder assembleelid Edward Belfort, hebben de jongeren toegesproken. Verkeersveiligheid, brandgevaar en seksueel misbruik zijn enkele vraagstukken die worden behandeld. Naast de informatie hebben de jongeren ook ruimte om te sporten. Milton Bishop, voorzitter, hoofd van de afdeling voorlichting jeugdzaken, zegt dat dit een pilotproject is. Is er een heel traject geweest via de scholen. De scholen hebben hun medewerking verleend door de ouders een briefje toe te sturen. En vervolgens hebben de ouders de kinderen geregistreerd. En wij hebben toen overgenomen en persoonlijk contact gemaakt met de ouders. En hun de procedure uitgelegd wat de randvoorwaarden zijn waaraan dat kind moet voldoen. Zodat dat kind ook familie kan zijn van de vakantieschool. En kunt u een paar van die voorwaarden opnoemen die de kinderen... In ieder geval is het geheel is gratis. Dat kind moet zindelijk zijn. Dat kind moet gehoorzaam zijn. En er moet altijd een contactnummer zijn in de tas van het kind. Zodat we elk moment in contact kunnen treden met de ouders indien er zaken zich voordoen. De brandweer heeft ook een korte demonstratie gegeven. De kinderen zijn enorm blij met de vakantieschool. Leuk. Wat vind je zo leuk? Voetballen, basketballen, touwtjes springen en spelen. Okay. Look, ik hou van dansen, mm-hmm. Ik hou van strielingen, mm-hmm. En ik hou van sporten doen. We hebben geleerd van meneer Belfort dat we onszelf moeten beschermen van dieven en mensen die ons willen aanraken. En ik denk dat hij het goed heeft gedaan, want sommige kinderen zijn gewoon bang om mensen te zeggen wat er zijn gebeurd. En ik vind het goed dat kinderen zichzelf, dat ze moed hebben om het te doen. Dat vind ik ook goed. De activiteiten vind ik ook leuk hier, wat we hebben gedaan net. Alles is hier ook leuk, ja. Tot zover kinderen die participeren aan de eerste vakantieschool van de afdeling voorlichting jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. De school wordt vrijdag afgesloten.